ik wil de tegenstander samen met het elftal en samen met Jurgen proberen we de tegenstander te domineren als we de bal hebben, maar ook als ze de bal niet hebben, dat de tegenstander het gevoel heeft van hey, hier valt niks te halen, deze tegenstander is zo sterk en we moeten het eigenlijk, het zou het mooiste zijn als we dat in de hele jeugdopleiding zo voor elkaar krijgen, maar dat is natuurlijk heel moeilijk omdat je met bepaalde leeftijdscategorieën te maken hebt die, waar je dat ook niet van kan eisen. Daarom zei ik net, de prestatie-elftallen onder 17, 19 en jong, die moeten voor het kampioenschap spelen. Ja. En daarbinnen ook nog ontwikkelen. En voor die andere elftal iets lager, 16, 15, 14, 13 en lager. Ja, die jongens zitten meer in het proces nog van hoe ga je voetballen. Kijk, als we dat helemaal goed voor elkaar hebben, ja, dan kan je ook hele goede voetballers afleveren. Omdat ze heel langzaam, stap voor stap, steeds dingen bijleren. En dan op het laatst moeten ze echt presteren. En zo moeten wij ze klaarstomen voor het Philipsstadion.